Dit kabinet is een erebetoon aan een van de belangrijkste Belgische sportpioniers, Victor Boin, geboren in 1886 en overleden in 1974. Van jongs af aan was deze sportieve duizendpoot een gepassioneerd en getalenteerd sportman. Lopen, zwemmen, schaatsen, ijshockey, boksen, Boin kon het allemaal. Zijn voorliefde ging echter uit naar schermen en waterpolo, sporten waarmee hij van 1908 tot en met 1920 meerdere Olympische medailles won. Bij het uitbreken van Wereldoorlog I meldde Boin zich als vrijwilliger in het leger en behaalde er zijn brevet van piloot. In 1918 maakte koningin Elisabeth gebruik van zijn diensten om als eerste vrouwelijke passagier het kanaal over te steken. Een gebeurtenis die een blijvende band smeedde tussen Boin en de koningin. Om zijn sportpassie met anderen te delen werd Boin sportjournalist. Hij was stichter en voorzitter van zowel de Belgische als van de Internationale Beroepsbond van Sportjournalisten en verzorgde onder meer de radioverslaggeving vanuit het Olympisch Stadion van Berlijn in 1936. Zijn jarenlange inzet voor de sport werd in 1955 bekroond met een aanstelling tot voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité, een functie die hij 10 jaar lang bekleedde. Na deze opdracht engageerde hij zich voor de Federatie van Gehandicapte Sport, waarvan hij voorzitter werd tot aan zijn dood. Als nagedachtenis werd de Nationale Trofee Victor Boin in het leven geroepen, een trofee die nog elk jaar uitgereikt wordt aan de meest verdienstelijke atleet met een beperking. Maar het bekendste wapenfeit van de veelzijdige Brusselse sportman dateert uit 1920. Als boegbeeld van de Belgische sport werd Boin geselecteerd om op de Antwerpse Olympiade als eerste in de geschiedenis de Olympische eed af te leggen. Om de herinnering aan Victor Boin levend te houden, werd zijn volledige sportcollectie en archief ondergebracht in het Sportimonium. Dit kabinet roept het beeld op van zijn privékantoor en bevat massa's souvenirs die hij zelf verzamelde. Topstukken zijn onder meer het grote geschilderde portret van hemzelf door Armand Massonnet en een bronzen buste van de hand van sportbeeldhouwer Louis van Cutsem.